Ik denk als we de wedstrijd bekijken dat we daar tevreden mee kunnen zijn. Ik denk dat Waasland-Beveren meer kansen heeft gecreëerd, iets gevaarlijker is geweest. Dus ik denk dat we op dat gebied tevreden kunnen zijn dat punt mee terugpakken. Ja. De eerste helft was heel moeilijk omdat je langs twee kanten eigenlijk ploeg hebt die niet wilt verliezen. En dan is het blok tegen blok. Tweede helft hebben we dan tweede spits erbij gegooid, dus iets meer aanvallende intenties. Zonder het defensieve blok op te geven. Alleen jammer dat we niet meer doelkansen hebben kunnen creëren. Ik hoop altijd op meer en beter, maar eerlijk is eerlijk. De eerste helft waren zij de betere. Dus wij moesten een beetje een oplossing vinden om hun uit hun spel te halen. Ik denk wel dat dat gelukt is met de inbreng van een tweede spits. En dit punt kan een belangrijk punt zijn voor ons, want dit maakt dat wij contact houden met hen. En dit maakt ook tot we 4 punten nemen op Moes Kroen. Dus de 4 punten, die kan je in op 1 wedstrijd niet goed maken. Dus egaal wat de score morgen is. Als ze winnen, ja oké, dan blijft Eupen ook niet ver af. En als ze niet winnen, ja, dan is dat toch al een behoorlijke marge. Het was ook een zware week, maar uiteindelijk haal je toch 4-9. Dat is niet slecht, hè? Ja, dat was ook de opzet. Ik vond dat haalbaar en we hebben dat ook gedaan. Het is niet vanzelf gegaan, hard gewerkt. Hard moeten knokken, ook in deze wedstrijd en de vorige ook. En 4-9, daar kan je mee leven. Ja. We zijn hier gekomen om te winnen, maar dat wordt vrij snel duidelijk dat het voetballend heel moeilijk werd. Dat het vooral op strijd werd, ging aankomen. En, maar goed, daarin waren we ook niet, hebben we ook niet ons beste maatje gespeeld. Maar we hebben wel overleefd en we zijn uiteindelijk blij dat we puntje hebben kunnen vasthouden. Enerzijds hou ik ze ook kans in de wedstrijd door die bal van de lijn te halen. En even later de kans op de 0-1. Dus dat had het nog mooier gemaakt. Dus ja, het is dan jammer dat ik in de rust moet vervangen ben, maar goed, we zitten in een periode dat elk punt belangrijk is. Als onze trainer een keuze maakt, dan kan je dat wel weer neerleggen. Het is een heel moeilijke wedstrijd. Ik weet dat Beveren wil veel druk zetten op ons en het is belangrijk voor de punten te blijven met ons. Al de wedstrijd nu is heel belangrijk. We willen en moeten de punten halen en nog de wedstrijd tegen Sint-Truiden. En de andere wedstrijd is heel belangrijk voor ons. Als je ziet, Sint-Truiden pakt vandaag 3 punten met een 3-0 overwinning tegen Oostende. Dus die gaan met vertrouwen naar het Kuip moeten afzakken. Ik denk dat wij daar als ploeg nu al moeten weten dat we daar iets tegenover moeten zetten. En dat de 3 punten ongeacht thuis moeten blijven. We gaan ons de eerste periode van de week bezighouden met de nummers 12 tot 20, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Dus die een beetje bijtrainen, optrainen en dan vanaf donderdag gaan we richting Sint-Truiden en proberen die thuismatch, want we hebben het er gelukkig nog 4, denk ik, dus het meeste van iedereen. 4 van de 6 spelen we nog thuis en daar gaan we het moeten doen.